middag. Eddie. 3FM. Dit programma wordt jou aangeboden namens Poon. Zo is dat. En draagt het keurmerk. En daar zijn we weer voor de laatste werkdag alweer, mensen. Het is de vrijdagmiddag borrel hier bij 3FM. En we zijn er allemaal weer. Kijk mee via de beelden. Een hele goede vriendin van mij, die was een beetje aan het klagen van de week. Wel even leuk om te vertellen, met die nachtvorst. En was overdag ging het ook vriezen. Ja. Ze zegt, ik ben vanmiddag wezen winkelen en mijn lippen zijn bevroren. Ik zeg, nou trek ook een broekje aan, kind. Ach, dat kan toch niet, mensen. Mensen thuis bedanken die regelmatig kiezen, zeer regelmatig zijn gaan kiezen voor de vernieuwde 3FM. Wij hebben een soort van rapportcijfer, krijgen we daarvoor. En over de hele linie zien we dat er dus steeds meer mensen aansluiten bij deze vernieuwde, die verfrisde 3FM. En ik wil daar mijn dank nogmaals voor uitspreken dat jullie dat doen. En zegt het voort, want hoe groter we worden, hoe betere DJ's worden hier. Dus onder getekende. Nou, ik heb het al eens eerder verteld, ik heb een nieuwe sekspop besteld. Oh jee. Dus, ja, die heb ik in Syrië besteld, die blazen zichzelf. Maar goed, zometeen veel meer daarover, mensen. Ik wil eventjes je op de hoogte stellen. En met name jij, die dat belangrijk om te weten vindt, denk ik, Thomas. Er is een groot onderzoek geweest. Ja. Groot onderzoek onder ouders en kinderen. Wat blijkt nu? Dat is goed voor mensen die net getrouwd zijn en overwegen om kinderen te nemen. Let hier goed voor op. Er is een bepaald standje. Ja? Seksueel een bepaald standje. Ja. Dat moet je niet doen, want daar krijg je lelijke kinderen van. Weet je welk standje dat is? Nou, vraag naar je moeder. Kan toch niet, mensen? Goedemiddag! Nou, die keur die wordt steeds gekker. Maar het klinkt wel lekker. En die keur op 3FM, daar gaat mijn middag. Boom.